Amerikanen zijn wereldkampioen vlees eten. De gemiddelde Amerikaan eet zo'n 98 kilo vlees per jaar. Om dat te halen zou je 3 Big Macs per dag moeten eten. Kortom, een hele hoop vlees. En een van de bedrijven die deze honger gretig bedient, is Tyson Foods. Tyson Foods is de grootste pluimveeverwerker van de VS en een van de grootste vleesverwerkers ter wereld. Het is zo'n beetje de uitvinder van de zogeheten verticaal geïntegreerde vleesproductie. Dat wil zeggen dat zo'n beetje het hele productieproces door één bedrijf wordt uitgevoerd. Tyson Foods slacht elke week zo'n 170.000 koeien, zo'n 350.000 varkens en 40 miljoen kippen. Deze worden vervolgens hap klaargemaakt en in een mooi plasticje gewikkeld. En aan bekende ketens als McDonald's en KFC geleverd. Met een jaaromzet van 36 miljard euro in 2020 is het big business. Maar wel big business waar een duister prijskaartje aan hangt. In tegenstelling tot enkele andere grote vleesproducenten heeft het bedrijf geen officieel beleid voor dierenwelzijn. Undercover operaties van dierenrechtenorganisaties brachten herhaaldelijk gruwelijke misstanden aan het licht. Kippen worden standaard in een veel te kleine ruimte gestopt om kosten te besparen. En ook de werknemers van Tyson Foods ontkomen niet aan dit mantra. Een onderbelichte werkelijkheid die door de coronapandemie pijnlijk werd blootgelegd. En in deze praktijk wordt Tyson gesteund door Nederlands geld. Wil je meer weten over hoe dit precies zit? Lees dan mijn artikel op Follow the Money.